keer op zitten. Ik heb net ook een donder gekregen. Doe rustig aan, ik moet nog een hele hoop vertellen. Want ik ben vergeten te zeggen dat er ook pasta is. Er is pasta. Er is niet alleen friet, er is ook pasta. Pasta, er is ook tomatensoep is er. Ook tomatensoep is er. Er is ook koffie, maar dan goede koffie. Geen snelweg koffie, maar gewoon echt hele goede koffie. Met vers opgeschuimde melk. Gewoon alleen maar voor één muntje. Je hebt muntjes gekregen, dat weet ik. Dat zat in een envelopje. Dus je kunt daar gewoon halen. Lekkere koffie. Even kijken, ben ik nog iets meer vergeten? Bier is er ook. Ja, maar dat vind ik nog een beetje vroeg. Bier is er ook, jij niet, maar dat zie ik aan jou zeggen dat jij dat niet vroeg vindt. Maar er is dus van alles, dus niet alleen friet, er is dus pasta. Heb ik al pasta gezegd? Kreeg wil ik op een onderkruid geen pasta gezegd, dat en die mensen komen Tilburg. En om 3 uur gaat Bistro Allo. En om 3 uur gaat Bistro Allo Allo open. Is het nou dicht? Het gaat om 3 uur open. Ben je zover? Doe maar rustig aan. Ik ga ondertussen wel vertellen, daar achter ons staat natuurlijk de soundchecken. Herman RB. Zeg ik het goed, Herman? Ja, Herman RB. En je zou hem kunnen kennen, want hij heeft ooit een fantastisch mooie Edison gewonnen. En hij was een van de Circus Custersters. Weet het nog? Circus Custersters? Van het liedje van Monica. Ik had heel erg gehoopt dat hij Christel had gezongen, maar het is Monica geworden. Dus ik denk dat hij nog opwindender was dan men, maar dat geeft niks. Monica was een prachtig mooi nummer. En hij is niet alleen vandaag, nee. Hij is namelijk met die lieftallige dame achter men. En die lieftallige dame achter men heet Jacqueline. En Jacqueline zou hier niet zijn, want Jacqueline die zit in een prachtige mooie voorstelling van, hoe heette die voorstelling ook weer? Tommy. Van Tommy, maar dan in het Fries. Is daar waar? See me, feel me, maar dan in het Fries. Waar is dat in het Fries? Wat? Jermi? Jochmi? Feel me? Feel me? Bij ons is Jochmi iets heel anders, maar dat is een ander verhaal. Daar ga ik het niet over hebben, zijn kinderen bij. Ja, daar ga ik niet over hebben. Maar in het Fries is het iets waar heel erg hygiënisch is. We hebben natuurlijk, we gaan terug naar jou, Herman, want jij gaat optreden. Sinds 97 solo en nog steeds volledig actief. Hij zit in een prachtige band, die band heet Speels, de Speels Band. Hij treedt voornamelijk ook in Friesland, maar hij heeft beloofd, als jullie zegt, Speels moet een keer deze kant op komen, en jullie zorgt voor een optreden in België erbij, dan komt hij hier overnachten en gaat hij daardoor naar België. 2 voor de prijs van 1. Zoiets is het dan. Ik heb geen microfoon, hè? Nee, maar dat ik het weet. Heb ik ook bewust gedaan. Ik zou kunnen zeggen dat je om 7:15 vertrokken is, maar ik zou zeggen heel veel plezier. Oh ja, dat moet ik wel zeggen. Achter, ik moet straks wel vertellen over mijn zweetreed. Maar dat komt straks. Achter hem zit een beetje, dat is Curb. Maar ik mag niet zeggen dat dat Curb is, want die treedt straks nog op. Want anders denken jullie allemaal dat hoeren zijn dat ze overal meespelen. Maar dat is ook zo. Dus je ziet ze bij ieder optreden terugkomen, Curb. Oké, dames en heren, heel veel plezier met Herman RB. Ja, nee, het zijn gewoon vreselijk blauwe muzikanten. Ze hebben gezegd, als we op het podium staan, dan willen we er ook blijven. Dus jullie hebben met hun te dealen. Zelfs tot en met Margriet S-Huis aan toe en dan ook naar de final. Ga je gang. Het is een verzoeknummer wat ik vorige keer niet kon doen. Het is van de CD die ik met deze jongens heb gemaakt. Zoenen van Chocolade.